Hallo guys, welkom bij mijn YouTube channel. Vandaag wil ik jou gaan uitleggen hoe jij deze website kan gaan maken. Hartstikke makkelijk en hartstikke snel, oké? Dus ik ga het jou stap voor stap uitleggen hoe jij ook deze website kan gaan maken zonder enkele problemen. Gewoon hartstikke snel. Ik moet zeggen, deze website kan jij gewoon zelf ook hebben in maar 5 minuten tijd. Dus als jij wilt gaan leren hoe jij ook een website kan maken zoals deze, of gewoon deze website kan gaan maken in maar 5 minuutjes tijd, dan is dit de video die ik je ga uitleggen. Hier zijn we dan in mijn computer. Zoals je ziet ben ik kiezen bij WordPress. Ik zal jou ook nog een filmpje laten liggen in de description van deze film. In het uitleg van deze film zou ik jou een linkje gaan laten liggen zodat jij kan gaan leren hoe jij bij WordPress kan gaan komen, oké? Wanneer we eenmaal hier zo zijn, wanneer we eenmaal alles hebben kunnen doen wat we moeten doen, gaan we naar deze website toe, oké? Wanneer we eenmaal bij deze website zijn, bij deze website zou ik ook een link in de description gaan doen zodat we allemaal zeker weten dat we een goede website gebruiken, oké? Ik heb soms van mensen gehoord dat ze het een beetje moeilijk vonden om deze website te vinden. Dus daarom zou ik jou in de description, in de uitleg van deze video, een link laten. Zodat jij ook zo snel en zo makkelijk een website kan gaan maken zoals ik dat doe. Deze website is eigenlijk een website die jouw websites gaat geven. Okay? Dus je betaalt voor een website of je koopt een website hier zo. En die website kan je gewoon heel erg makkelijk in jouw WordPress desktop doen, zodat het jouw eigen website kan gaan worden. En het leuke hiervan is, het is geen WordPress.com, dus je kan het helemaal gaan veranderen. Dus als je iets niet leuker aan vindt, kan je het gewoon veranderen. Je kan de tekst veranderen, je kan de foto's veranderen natuurlijk. Maar de inhoud is gewoon zoals je het hebt gekocht. Dus dat is hartstikke awesome, dan hoef je daar zo geen drukte om te maken. Is het gewoon allemaal al voor je gedaan, oké? Dus je hebt allemaal verschillende websites die deze soort van websiteverkoper aan ons aanbieden. Okay? Zoals je ziet zijn ze allemaal hartstikke leuk, hartstikke mooi. Tenminste, ik vind ze allemaal hartstikke leuk en ik vind ze ook allemaal hartstikke mooi. En ik vind ze eigenlijk helemaal niet zo duur voor wat je krijgt. Okay? Maar dit zijn allemaal verschillende thema's. Okay? Dit is bijvoorbeeld een magazine, dit is een business, nog een business. Maar deze keer hebben wij het over e-commercial. Hoe je een e-commercial website kan gaan maken. Dus dan gaan we gewoon op e-commercial drukken en dan gaan we een e-commercial website zoeken. Zo makkelijk als dat, oké? En dan, zoals je ziet, krijg je dus allemaal verschillende e-commercial websitejes van verschillende categorieën. Ook hartstikke fijn dat ze het ook hebben. En ik vind zelf deze best wel leuk. Ik weet niet of jij het ook een leuke vindt. Maar als je dan op demo drukt, okay, als je het op normaal drukt, dan kan je er nog wat meer informatie over zien. Ik ga ook laten zien hoe dat eruit ziet. Dan kan je echt alles over de website lezen voordat je het gaat kopen. Dus als je ziet, heeft hij 5 sterren. Okay? Gewoon het hoogste wat het is van ongeveer 300 mensen. Dus dat is echt heel erg goed, heel erg positief. En zoals je ziet is het voor elke device. Je kan het voor je telefoon doen, je kan het op je computer doen. Natuurlijk, iPads zou vast ook wel inclusief zijn. En je ziet allemaal leuke dingetjes die je erbij geven. Wat ook hartstikke leuk is. En hier gaan ze je allemaal dingen uitleggen over de website, de version of die SEO kan zien of die een goede Google ranking heeft, of die aan affiliate marketing doet, enzovoort. Dus kan je het allemaal lekker gaan lezen, en als je er dan helemaal enthousiast over bent, kan je op demo gaan drukken, okay? En dan bij demo version kom je hier zo. En hier zijn ze dan allemaal, we zagen toch deze als eerst. Daarom heb je erop gedrukt, omdat we die hebben gezien. Maar als je ziet, hebben ze er gewoon hartstikke veel meer. Ze hebben een blog, ze hebben er nog een versie van, nog een versie, nog een versie en nog een versie. Dus de kans dat je er eentje vindt die jij leuk vindt, is heel erg groot. Je kan er zelfs op gaan drukken. En dan kan je zelfs
de details gaan zien van de website. Dan kan je hem echt gaan voelen. Dan kan je echt zien of dit de website is die jij wilt. Wanneer je dan eenmaal is geladen, ja, daar zit hij al. En dan kan je naar een shop toe gaan. Je kan de blog gaan zien. Je kan de panel, je kan de pages, de menu. Van alles en nog wat. Echt gewoon helemaal awesome. En je kan alles veranderen. Okay? Je kan de naam veranderen. Je kan de logo natuurlijk gewoon gaan veranderen. Je kan gewoon alles veranderen. Je kan het helemaal tot jezelf maken. Maar je hebt het gewoon. Je hebt het gewoon zo. En dan kan je gewoon een beetje wat tekst veranderen. Hartstikke easy peasy. Ik ben natuurlijk nu een YouTube filmpje aan het maken. Ik ben je aan het uitleggen hoe je dit ook kan doen. Maar omdat deze website geld kost, heb ik er geen zin in om nou mijn creditcard te gaan pakken en dan hier zo live aan jou te laten zien hoe het allemaal werkt natuurlijk. Dat is een beetje, ja, dat is niet echt zo veilig voor mijzelf. Dus daarom ga ik jou een gratis versie, want deze website heeft ook gratis versies. Dus ga ik jou een gratis versie laten zien hoe je dit installeert en alles, oké? Okay? Want het is wel zo fijn dat je leert hoe je het moet gaan gebruiken, oké? Okay? Maar dus, je kan gewoon heel makkelijk deze website gaan pakken. Heel erg easy. Maar ik ga eventjes een blog laten zien, oké? Okay? De installation, everything is hetzelfde. Behalve het resultaat natuurlijk. Anders. Het resultaat zou heel anders zijn. Dus we gaan even downloaden, oké? Okay? En dan kan jij gewoon dezelfde stappen volgen zoals wat ik nu aan het doen ben. En dan hoor jij gewoon jouw eigen e-commerce website te hebben. In maar een paar minuutjes. Echt gewoon super makkelijk. Ik had zelf in het begin niet verwacht dat het zo makkelijk zou kunnen zijn. Maar oké, het is gedownload. We hebben de blog in dit geval. Dan gaan we terug naar onze desktop. Gaan we naar weergave met het kwastje erbij. En dan gaan we naar thema's, oké? Okay? En dan bij thema's gaat het allemaal gebeuren. Want bij thema's gaan we dus net als we hebben gedownload, gaan we hier zo plaatsen, oké? Okay? Dus dan eventjes een nieuwe, We gaan eventjes een nieuwe toevoegen. Hier zo beneden. Nieuwe thema toevoegen. Dan drukken we erop, wachten we een beetje en daarna gaan we niet in die toevoegen die WordPress ons geeft. We gaan degene toevoegen die we hebben gedownload. Dus we gaan bij thema uploaden drukken. En dan bij thema uploaden gaan we een thema zoeken. Ja, dit is het spreekt voor zich. Dan gaan we gewoon eventjes zoeken waar we hem hebben gelaten. In mijn geval heb ik hem bij recent kunnen vinden. Hier is die dan al. En dan gewoon installeren. En dan gaat hij zelf al het werk doen. Oh ja, even als een zip laten, oké? Okay? Niet een zippen. Ik had in het begin de neiging om dat te gaan doen. Dus daarom goed te weten dat dat niet moet doen. Want deze system, WordPress, doet het van zichzelf al. Dus dit is al geïnstalleerd. Helemaal awesome. Helemaal perfect. En dan kan je een paar plugins en zo gaan installeren. Dat je, weet je, dat je mensen in jouw subscribe list kan doen van jouw e-mail. Zodat je mensen kan gaan typen. Hey guy, ik heb een nieuwe product. Ik heb 20% korting op alles. En dan kan je naar jouw subscribe list dat gaan allemaal gaan sturen. Hele goede plugins hebben ze. Dan drukken we even op thema's. Het is heel klein en makkelijk te doen. Wat we hier even gaan doen is activeren. That's it. Activeren. En daarna, wanneer het is geactiveerd, kan je alles wat deze company geeft, is hartstikke mooi en leuk. Je kan allemaal dingetjes downloaden. Je kan dit activeren. Je kan subscribe list activeren. Je kan het gewoon even allemaal gaan activeren. Hartstikke makkelijk. En dan wordt je website wat groter. Dan kan je er wat meer mee. Okay? Dan kunnen de mensen er wat meer mee. Allemaal hartstikke goed. Hartstikke fijn dat het er is. En dan, als je ziet, komt er opeens deze. Mijn termshop stond er eerst niet. Weet zeker dat het eventjes groen is. Als het rood is, dan moet je het activeren. Hartstikke makkelijk, hartstikke easy. Dan druk je er gewoon op, dan vraag je of je het kan activeren en dan activeer je het gewoon.
hartstikke makkelijk. En dan gaan we weer terug naar onze desktop. Als je wilt, kan ik even laten zien hoe het eruit ziet. Maar zoals ik zeg, het gaat gewoon hartstikke basic zijn. Maar dit zijn de stappen die je nodig hebt om jouw eigen e-commerce website te zien. Ik hoop dat je de video leuk hebt gevonden. Ik hoop dat je het een beetje informatief vindt. Ik hoop dat je ook nu jouw eigen e-commerce website kan gaan starten in maar een paar minuutjes tijd. Hartstikke easy peasy. En dan zien we elkaar weer gauw.